Goedemorgen allemaal, welkom weer allemaal in de gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Sim de Remus. Jawel, we gaan er weer een hele leuke dag van maken. En ik zou zeggen, pak een popcorn of chips er weer bij. En geniet maar weer van deze leuke vlog. Vandaag is normaal gezien de groetjesvlog, dus laat jouw groetjes hier maar achter voor volgende week. En dan zullen we eens een groetjesvlog maken. Maar nu is het dus naar buiten toe. Het is prachtig weer. Ik ga werken. Jammer genoeg. Dus mijn eerste job is voor jullie al werken. Ja, het YouTube-filmpje online zetten. Yeah. Allee, tot straks allemaal. Wat ik nu ook nog elke morgen doe, dat is... Ik ben nu helemaal al aan voor naar mijn werk te gaan. Ik ben nog wel wakkerder. Is mijn tandjes poetsen. Dus ik pak jullie meer al mee met een timeslapje, zoals ik vroeger, ik zal zeggen, geniet er maar van. Opgefrist, jullie zien het. Ik heb mijn tandjes gepoetst, wat door mijn gezichtje gewreven. En dan ga ik mijn zorgen van al vertrekken richting mijn werk. Sowieso mijn geldbeugel niet vergeten, Dimitri. Mijn gsm ook niet vergeten. De vlog is aan het uploaden. Jullie hebben misschien ook al gezien, de thumbnails die zijn heel anders geworden omwille van de velgen. Er is iets mis met mijn account, ik weet niet juist wat. Waardoor dat mijn thumbnails een rare vorm krijgen. Nu ben ik nog mijn kousen aan het zoeken. Ik heb hier ook kousen liggen. Maar ja, die zijn hier weg. Die zijn weg. Kousen. Die liggen daar. Voilà, ik ga gewoon mijn kousen aandoen. En dan ga ik vertrekken, want het is al... 27 na. Ik was straks vergeten mijn verlof mee te nemen naar mijn werk toe. Wanneer dat ik verlof moet hebben, zodat ik morgen moet ik één shift vroeger stoppen voor mijn banden. De volledige dag vrij nemen. Waarom? Dan moet ik naar het ziekenhuis gaan voor Bea. Niet voor mij, maar voor Bea. Richting mijn originele werk gaan. Oh, het is toch wel even frisjes. Zoals morgens vroeg. Maakt niet uit. Alles top. Ik ga zeggen, geniet nog maar weer al van een on-ride film. Met mijn nieuwe houder. Dus ja, daar vraag ik me nu ook af. Hè. Dus zijn die beelden stabieler? Of zijn die beelden niet stabieler? Jullie laten het maar weten in de comments. Dus ik ga hier nu naar deze fragment een hele leuke on-ride geven van de weg richting mijn werk. Dus ik zou zeggen, geniet er maar van. Het is ook weer een mooi weer. En ja, je gaat wel een ringje op mijn, in de beeld zien, dat is van mijn vorige gsm-houder. Daar ben ik nog aan proberen weg te werken. Maar alles komt wel in orde. Mijn boterhammen steken hier ook al in, dat is goed. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, bye bye.
snel aankomen op het werk, mondmasker aan en dan maar beginnen te werken. Voilà. Voilà, ça. Ik zie jullie allemaal samen terug voor nog een keer een onride van hieruit. Ik ben nu bij mijn expert. En ze belt mij. Dus ik zal haar naar eerst. Ze belde mij. En ja, ik ga nu naar haar toe. Ik ga ook hier eten. Jawel, ik heb dus weer al eten meegekregen van mijn ouders. Dus dan weten jullie dat. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal. Zo mensen, ik ben ook op Q Music terechtgekomen. Jawel, met een hele leuke gesprek. Deze gesprek zal ik hier na deze fragment laten afspelen. Ik zal zeggen, veel luisterplezier. Het is een fragmentje van om de beide 2 minuutjes ongeveer, plus minus. Eerst beginnen ze daar iets van een cultuur. Dus daar is iets precies geveild voor 15.000 euro. Iets onzichtbaars. Wat hier alleen maar bestaat. Voor 15.000 euro. What the hell? Maar ja. Ik zal zeggen, geniet maar van nu van Q Music. Q is good for you. Allee, veel luisterplezier. Ondergaande zonnetje inderdaad. Lieve heeft een berichtje gestuurd in de Q-app. Marie, ik heb ook een kunstwerk in mijn hoofd. Wil je het graag kopen? Wel, ja, ik heb er ook eentje. 15.000 euro, alsjeblieft. Nee, er is dus een sculptuur geveild voor bijna 15.000 euro. En dat is een onzichtbaar sculptuur. Het bestaat dus alleen maar in het hoofd van de kunstenaar. En iemand heeft daar bijna 15.000 euro voor betaald. Ja, soms kan je zo van veel geld betalen voor iets waar je eigenlijk niks meer aan hebt. Heel veel berichtjes binnengekomen in de Q-app. Ik zal er zo meteen een paar uitpikken. Onder andere eentje van Dimitri, die heb ik aan de lijn. Waar heb jij ooit eens te veel geld aan uitgegeven dat eigenlijk het niet waard was? Ja, van hier wat je van Mega Upload. En wat is dat precies, Mega Upload? Want ik ken dat niet. Je hebt zogezegd Google OneDrive, dus waar je uw video's en uw foto's en zo kunt laten opslaan. Oké. En heel vroeger was dat eigenlijk nog allemaal betalend en al, dat daar zo datacenters voor oprichten en al. En ja, en ik had bij Mega Upload dat je ook een licentie voor levenslang. Ja. Oké, die wou ik dan kopen, voor mijn foto's, bestanden en al dat kunnen opzetten. En 2 dagen later zei ik in één keer dat die wedstrijd dus offline is gegaan door de FBI. Wacht. Door de Amerikaanse FBI? Ja. Oei, wat zat er allemaal tussen jouw foto's en video's, Dimitri? Nee. Dus die wedstrijd is offline gegaan. Dus ik had daar gewoon een account op aangetocht. Oh nee, dus je bent alles kwijt ook.
Ja, ik heb dus echt alles opgeupload. Ja, ik had al te weinig scheepruimte. En met die levenslange licentie had ze onbeperkte scheepruimte dan op die website. En daarom heb je dat uiteraard gekocht. Hoeveel geld heb je daar dan aan uitgegeven, Dimitri? Dat was 475 euro voor een levenslange licentie. Want een jaar de licentie kostte dan 100 euro. Oh my god. En je hebt daar maar 2 dagen van kunnen genieten. Ja. Allee, bedankt FBI dan, hè. Ja. Oh, Dimitri. Ik hoor dat het nog een klein beetje pijn doet. Het is een hoop geld waar je gewoon maar in de lucht hebt eigenlijk heb gegooid, hè. Dimitri, ik wens jou sterkte om dat nog een beetje te verwerken. En merci om even aan de lijn te komen, hè, man. Ja, tot de volgende. Nog een prettige avond. Er zijn ook heel wat berichten. Ik heb een chatje naar huis gebracht. Maar waarom... ik hoop dat jullie ook dat van de Q Music leuk hebben gevonden. Dus ja... De vlog zit er weer al op voor vandaag. Vanaf ja, volgende week. Alle groetjes wat hier worden achtergelaten, worden volgende week pas beantwoord. Dus alles is nog wel nog met een week vertraging. Dat ik het niet anders er kan. Omhoog van dat ik een maand heb ik er echt uitgelegen, heb ik gezien. Meer dan een maand zelfs. Sorry daarvoor. Maar ik ben wel terug, hè mensen. Ik ben wel terug. Yay. En ja, jullie zien overal kabeltjes en ja, jullie hebben het al gemerkt, hè. Dus al in een vorige vlog of zo, dat het overal wat disco is, ook op mijn appartement. Ik heb daar ook wel iets nieuws op ja, gekocht, ook voor de Zinkvlogs. Je ziet, ik doe redelijk wat investeringen, ook nu voor Cycle TV. Maar ik maak geen beloftes meer, daar beloof ik. Voilà. Voilà. Weet je wat? Ik beloof jullie iets. Ik ga jullie iets beloven. Niets. Nee, ik ga dat echt nooit meer doen. Hè. Ik ga dat echt nooit meer doen. Ik wil nooit meer die miserie hebben. Nooit meer. Nee, nooit meer. Nu loopt alles terug als een leien dakje. Morgen heb ik 2 uur eerder gedaan met werken. Jullie denken nu van, waarom 2 uur eerder stoppen? Dat heeft opnieuw met mijn auto te maken. Ik krijg nu banden. En ik ben nu al weg bij Bea. En het is nog, je ziet, het is nog wel redelijk daglicht. Maar op de baan is het al redelijk donker. Mijn lichten wijken niet meer. Dus daar wordt dan ook naar gekeken. En dan, ja, worden die ook hersteld. Voilà, zo. Ik ben nu aangekomen op mijn appartementje, op mijn parking eigenlijk, alstublieft, voilà. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Ik weet al, alvast geen blauw duimpje omhoog te doen voor alle moeite wat ik al heb vandaag gedaan heb. Ik heb redelijk wat onrides gemaakt ook voor jullie. Dus, en ook wat timelapses gemaakt voor jullie, redelijk ook weer al wat. Dus weer al wat monteerwerk en al, maar ik doe het voor jullie uit liefde. Bij deze ga ik jullie nu laten. Vergeet al geen blauw duimpje omhoog te doen. Yay! Vergeet hier onderaan niet te like, te abonneren. En klik ook op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. En ik heb ook al gezien dat de Lamparty nieuws niet zo ja, in de mic ligt. Maar ik blijf het gewoon doen. Ik blijf gewoon de LAN-party scene ondersteunen. Dus de gaming scene, de e-sports scene, die blijf ik wel wat ondersteunen. Dus zoals ook, ik richt nu ook naar LAN-party organisaties toe, nog een klein stukje. Wel, ik heb al in de crew gezeten bij OCC. De allereerste crew was voor mij OCC. Maar die bestaan niet meer. Daarna was het ook LAN-wars. Dan Fatlan heb ik in de crew gezeten. Fire at Will, Landkamp, The Party in Eindhoven heb ik al in de crew gezeten. Allemaal voor competities te helpen. Freakomatic heb ik ook al in de crew gezeten. Ja, toch redelijk wat evenementen. Ook zelfs een hele grote evenement. De eSports Festival in de Glamco Arena in Gent. Dat was de max. Echt waar, dat was echt de max.
Echt waar. Ik zie het nog. Als ik het erover vertel, zie ik het gewoon voor mij. Wat ik op dat moment meemaakte. Alleen één grote minpunt. Je maakte daar echt als crew kilometers. Ah ja, stel dat er hal 1 moet tegen bijvoorbeeld iemand van hal 7 van Trackmania spelen. Dus ik moet die eerst verwittigen. Dan kun je op de server connecten. Binnen een goede 10 minuten. Ik ga dan binnen de 10 minuten nog naar de andere tegenstander gaan. Kun je alsjeblieft binnen 10 minuten connecten naar de server toe. Of liefst zo snel mogelijk. En dan ik het teruglopen. Terug naar de crewtafel toe. En hopen dat ze dan op de server zitten. Voor eindelijk dan de competitie te kunnen laten starten. Maar de rest is allemaal heel goed ook verlopen. En dan ook nog de Discord nieuws. Er zijn al redelijk veel vragen voor de Q&A. Alsjeblieft, stop. Time out met de vragen. Er zijn al genoeg vragen al gesteld op Discord. Dus ik ga alleen maar de vragen nemen die echt op dinsdag. Jawel, vandaag is dinsdag. Dinsdag is gezegd is geweest. Goh. En zijn er redelijk wat hoor. Zijn er echt redelijk wat. En dan, ga ik ook nog zien hoe ik dat allemaal ook kan gaan regelen. Ook hoe je mij kunt joinen in bepaalde games. Dus daar ben ik hier ook aan het brainwashen. Zo gelijk, hoe join je mijn groep bijvoorbeeld op Emergency HQ of Coin Master, daar speel ik ook nog heel veel nu op mijn mobiele game. Waar je niet aan in de groep kunt komen is Islet Transport Tycoon. Daar zijn geen groepen voor. Ik speel er nog iets hoor. En Pokémon Go speel ik nog eens af en toe. Omwille van, ik heb er ook ergens voor betaald. Wel voor betaald. En daarvan kan ik dan ook zien de IV-classes boven de 95 en zelfs de IV-index 100. Ik heb er zo al eentje gaan vangen in Hasselt dan. Als ik dat ook nog eens ga doen, dan zal ik ook nog wel eens een filmpje maken van waar dat ik dan ben geëindigd. Goed. Maar nu ga ik echt de vlog hier beëindigen. Ik zie jullie allemaal morgen terug in een gloednieuwe vlog. Goed, salutjes en tot morgen allemaal. Joe.